Monique, heb je nog een stem? Ja, jawel. Ik heb nog steeds een stem. Alleen ik heb wel het laatste deel van de wedstrijd echt moeten proberen om er bovenuit te komen. Want er hangt natuurlijk een fantastische sfeer hier in Panningen. En mooie ambiance. En ja, je probeert daar bovenuit te komen om je ploeg nog te coachen. En dat is wel, dat kost veel kracht. Met wat voor gevoel was je naar hier gekomen? Want Bevo is bij jullie wel een punt komen halen. Nou ja, goed, we willen iedere wedstrijd winnen. Alleen we wilden ook vandaag laten zien dat we gewoon de vorm weer aan het terugkrijgen zijn. Daar zijn we een beetje zoekende naar geweest na de voorronde Champions League. En ik ben blij om te zien dat vandaag weer de enige vorm van vorig jaar aan het terugkomen is. 26-29 is een lekkere uitslag, denk ik. Ja, is een prima uitslag. Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn. Een aantal doelpunten wat we tegenkrijgen. Misschien nog iets te veel. Maar ik denk dat we prima aanvallend ook hebben gespeeld. En dat was de laatste tijd wel een uitdaging. En met een sluitstuk zoals Luc Huijting. Ja, die man pakt punten voor de Lions. Ja, en dan nog vind ik dat hij een aantal doelpunten meer had moeten pakken. Maar goed, hij doet het gewoon hartstikke goed. En ik had het Thijs zeker gegund vandaag. Want Luc kampt gewoon met een blessure. En Thijs heeft dat vorig jaar heel goed opgepakt. Alleen die kwam gewoon niet lekker in de wedstrijd. En dan moet je een wisseling toepassen. En dan pakt het uit zoals nu. En dan pakt Luc gewoon hartstikke goed op. En ook Thijs blijft ook Luc coachen. Wat dat betreft zijn die twee prima stel. Tot slot, dan ga ik je laten gaan. Lions zit op schema, denk ik. En als ik tussen de lijnen lees, ben jij ook een zeer tevreden coach tot op heden. Nou ja, ik ben in ieder geval tevredener als de afgelopen weken. We hebben heel erg lopen zoeken naar ons eigen spel van vorig jaar. En dat is niet makkelijk, want iedereen weet inmiddels hoe je speelt, ook qua dekking. Dus iedereen is daar ook op ingespeeld. En ik ben gewoon blij dat we vandaag weer wat verbeterpunten hebben gezien. Hè. Dus er zijn gewoon een hoop verbeterpunten nog geweest. En daar hebben we vandaag stappen ingezet. En dat maakt mij het meest trots vandaag. Ik wens je nog veel succes. Dank je wel.